Goedendag. Morgen staat toch wel een interessante weerdag op het programma. Waarschijnlijk dat we later op de dag zelfs met storm te maken gaan krijgen. En dan kunnen we dit soort beelden ook echt al weer opnieuw verwachten. En ook vandaag bleef het niet helemaal droog. De ochtend verliep weliswaar in het binnenland droog. Maar wie naar het westen keek, kon toch een aantal opbollende stapelwolken zien. Er waren een aantal buien die over het land trokken. En die buien zien we ook op dit moment nog terug in de weercomputer. Het is een lijn met meer bewolking en een aantal buien die naar het oosten toe wegtrekt... Boven het binnenland neemt de buigheid weliswaar snel af. En komende avond en nacht is het dan opnieuw weer droog. Maar dan zien we ook dat het volgende weersysteem er aankomen. Dat is dus die potentiële storm. Eerst veel regen, daarna aan de achterzijde veel wind. Maar het systeem trekt ook snel door. En we zien dat het donderdag alweer snel opknapt met ook rustige en droge condities. Goed, vooral dat windveld is toch wel interessant. Want als we naar morgenochtend kijken in het harmoniemodel... ...zien we dat er nog eigenlijk weinig aan de hand is. We zien windstoten van maximaal 30 km per uur. Nou, dat stelt niet zo heel veel voor. Maar zeker aan de achterzijde van het systeem zien we morgen een avond... ...dat de wind aardig kan uitpakken. We zien windstoten die kunnen oplopen naar ruim 100 km per uur. Zelfs 120 km per uur kwam even voorbij. Het windveld trekt snel door naar Duitsland... ...en in de nacht wordt het alweer snel rustiger... En zeker ook de doorstaande wind kan even 9 bevoor aantikken. En als dat maar een uur lang het geval is op één weerstation, ja, dan spreken we toch van een officiële storm. En de kans dat dat gebeurt, ligt nu zo rond de 75 procent. Goed, we gaan eerst nog even terug naar het weer van deze middag. Want ook vandaag, dus een aantal buien die over het land trekken. De wind stelt nog niet zo gek veel voor, is veelal 4 of 5 bevoor. Windstoten stellen dus ook niet zo gek veel voor. De temperatuur loopt op naar 8 tot 10 graden. En die buien trekken langzaamaan weg naar het oosten... waarna het in de namiddag op veel plaatsen opnieuw weer droog wordt. En komende avond komen er eerst brede opklaringen voor. Er kan ook makkelijk nevel en mist ontstaan. En komende nacht kan het nog afkoelen naar een graad of 3 in het noorden van het land. Elders komt toch alweer bewolking opzetten van het weersysteem waar we morgen mee te maken hebben. En uiteindelijk volgt in Zeeland en Limburg dan ook de eerste regen... En morgenochtend is in eerste instantie wat betreft de wind dus nog rustig. De wind kan tippen aan 4 of 5 per 4, maar er komt eerst veel regen voor. Buigenregen die over het land trekt. En daarna komt uiteindelijk in de namiddag en avond dat windveld erin vanuit het noorden, vanuit het noordwesten. En dan kunnen dus windstoten voorkomen van zo'n 100 km per uur of meer. Misschien dat zelfs 120 km per uur even gehaald wordt... En de doorstaande wind kan dus ook even negen bevoor of iets meer aantikken. En als het dus een uurland het geval is, dan spreken we van een officiële storm. En die kans is dus best groot. Die ligt nu zo rond de 75 procent. Goed, na die onstuimige en stormachtige woensdag... ...volgt in de loop van donderdag dus alweer rustiger weer... Nog een hele enkele bui. De middag verloopt waarschijnlijk droog met veel ruimte voor de zon. De dagen daarna zien we de temperatuur geleidelijk aan iets naar beneden zakken. En zeker die nacht naar zaterdag toe. Die verloopt waarschijnlijk toch echt wel fris. Met temperaturen iets onder nul in het binnenland. Maar de dagen daarna zien we een geleidelijk stijgende trend. Het blijft droog, maar de bewolking. die lijkt toch wel wat vaker de overhand te krijgen. Waarvan bijzonder weer is voorlopig dan even geen sprake meer. Fijne dag!